Het Korps Brandweer Suriname heeft vanmorgen 138 brandweerlieden bevorderd in een naast hogere rang. Dit gebeurde in de hoofdbrandweerkazerne aan de Gemeenelandsweg. Volgens Ferdinand Welzijn, minister van Justitie en Politie ad interim, lijkt de bevordering in een naast hogere rang op een automatisme. Maar u moet zich ervan bewust zijn dat het meer zal vergen van u, zei de bewindsman. Voor de brandweerlieden die bevorderd worden is dit een mijlpaal. En voor de rest die nog bevorderd moeten worden is dit een stimulans, gaf Welzijn aan. We willen allemaal deel uitmaken van een organisatie waarvan wordt gezegd dat die op een hoger niveau is. We willen trots zijn om deel uit te maken van de organisatie. En dat vereist inspanning, steeds hogere prestaties leveren. Want alleen dan zul je kunnen competen met andere organisaties, vergelijkbare organisaties. Het eist dus van u een stukje inzet, hogere prestaties, harder werken, smarter werken, een beter team vormen. En dat zullen de vereisten zijn waar in de komende periode streng op gelet zal worden. De brandweer is traditioneel repressief. Maar we moeten steeds meer in de richting gaan van een preventieve organisatie. Want we zeggen het vaak, maar hoe vaak brengen we het in de praktijk? Voorkomen is beter dan blussen. Volgens Clifton Pahalwankan, voorzitter van de Bond Korps Brandweer Suriname, zijn bevorderingen een fundamentele stap in de carrière van het personeel. Bevorderingen zijn ook mijlpalen op weg naar een reeks van maatschappelijke posities, zei de voorzitter. Van interne en externe elementen steeds drukker, smaller en moeilijker wordt. Derhalve zijn wij als vakorganisatie ons er terdege van bewust dat er structuur moet worden gebracht in de procedure en criteria om te komen tot kwalitatieve mijlpalen in de gang naar carrière. Echter is het van belang dat dit gebeurt in gemeen overleg, waarbij de vakorganisatie zeker haar bijdrage wil leveren en zal leveren. We hebben nog hele grote achterstanden in belangenbehartiging van de leden die ingelopen moeten worden. Met name uitrusting, rechtspositionele aangelegenheden, organisatiestructuur, capaciteitsversterking, veiligheid, maar ook het wensenpakket. Clifton Pahalwankan, voorzitter van de Bond Korps Brandweer Suriname. Hij sprak vanmorgen bij de bevordering van 138 brandweerlieden in een naast hogere rang. De plechtigheid vond plaats in de hoofdbrandweerkazerne aan de Gemenelandsweg.